Oh nee. Is het weer zover? Toch niet weer een onderzoek over de Rotterdamse film- en mediasector? Ja, toch wel. Maar dit keer komt het onderzoek vanuit de sector zelf. Helaas lijkt het op korte termijn niet mogelijk om substantieel meer geld beschikbaar te krijgen voor filmmakers in de stad. Maar ook zonder extra geld kunnen er dingen beter. Wij vroegen ongeveer 200 film- en videomakers wat er beter kan in de Rotterdamse filmsector. We lichten daar een aantal opvallende conclusies uit. Er zijn redelijk wat voorzieningen voor talentvolle en experimentele makers. Maar de gevestigde namen ervaren door het gebrek aan financiën een plafond in hun ontwikkeling. Hierdoor dreigt een uittocht van ervaren makers en van kennis. De coronapandemie hakte er voor veel mensen in. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan minder te hebben verdiend tijdens de afgelopen 2 jaar. Er is grote behoefte aan ontmoeting. Enerzijds om het netwerk te versterken en van elkaar te leren. Anderzijds ook om te weten wat er in de sector speelt. Meer ontmoeting zorgt ervoor dat er een community ontstaat. Opvallend is dat veel makers aangeven behoefte te hebben aan informatie, kennis en begeleiding. Er is behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren. Tegelijkertijd is er ook grote bereidheid om die begeleiding aan te bieden. Daarom hebben we een aantal concrete aanbevelingen voor de gemeente. Verleent de gemeente subsidie, laat het geld terugvloeien naar Rotterdamse cast en crew. En verleent de gemeente een vergunning aan een externe producent, verplicht dan een minimumpercentage aan Rotterdamse crewleden. Dit vergroot de kans op werk, ook voor de gevestigde makers in de stad. Maak het netwerk van Rotterdamse makers inzichtelijk. Er zijn zoveel verschillende producties, makers en initiatieven, maar de cohesie ontbreekt. De gemeente kan hier een verbindende rol spelen. Maak het werk van Rotterdamse filmmakers letterlijk zichtbaar. Er hangen grote schermen in de stad, er zijn social media kanalen, evenementen en ontvangsten en we hebben publieke omroepen. De gemeente kan dit allemaal inzetten om Rotterdamse films veel meer onder de aandacht te brengen. Stimuleer continuïteit en structuur. Zorg bijvoorbeeld voor het opzetten van een vaste overlegstructuur tussen gemeente en de sector. Bepaal gezamenlijk harde doelstellingen en blijf monitoren wat er speelt. Zo houden we elkaar scherp en worden we beter. Moet te doen zijn, toch? Lijkt me wel. Nou, dan gaan we ervoor. Tot slot vinden we het belangrijk om te benadrukken dat we zelf ook een actieve bijdrage leveren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Internationaal Filmfestival Rotterdam, Open Rotterdam en Filmplatform Rotterdam vormen met ondersteuning van de gemeente een alliantie om een aantal dingen in de sector blijvend te verbeteren. De lancering van de website van Filmplatform Rotterdam is hier een mooi voorbeeld van. Deze bundelt veel belangrijke informatie. Maar we maken ons ook hard voor relevante evenementen, kennisdeling en de promotie van Rotterdamse films en makers. We hebben het initiatief genomen voor een eerste sectorbreed overleg en volgen ook landelijke ontwikkelingen. We nemen initiatief om meer geld beschikbaar te krijgen voor de sector en we staan in nauw contact met de filmmakers en de gemeente. Want alleen samen helpen we de Rotterdamse filmsector een stap vooruit.